kort te zijn. Een mooie volle onderkant. Vervolgens met een krulzang mooie slagen erin gemaakt. En ja, dit is echt wel een vertaling van move. En nu zie ik jullie denken van oké, okay, Natas zit in het team en die maakt dan de haarlijn move. Maar waar is dan haar move? Nou, ik kan je wel zeggen, sommige mensen hebben de move in zich. En dat geldt voor mij. Krullen in verschillende vormen, in verschillende lagen geknipt. Hier een ronde versie, omdat het heel mooi staat bij haar vorm van gezicht. En zij is lang. En die ronde vorm zorgt ervoor dat die lengte er een klein beetje uitgehaald wordt. Zodat ik me niet zo klein hoef te voelen naast haar. Die pony is wel gelijk geknipt, maar door de verschillende technieken te gebruiken met de stelta en de krulta kun je die laagjes erin laten lijken. Dankjewel. Oké, okay. Het korte haar. Hele sterke contourrand. Heel kort geknipt, draai maar even om. Zoals je ziet, sterk opgeknipt, maar daarentegen een mooie volle lokpartij. Ik heb er een kleuraccent in gemaakt om nog meer die lok naar voren te halen. En nou ja, op deze manier kan ze het omhoog dragen, kan ze het glad dragen, gewoon in de vorm waarin zij wilt. En bij Fiona, het blonde mag weer wat warmer zijn. Dus al die mensen die die koele kleurtinten niet zo mooi staan, het mag weer. De warmte mag weer terug in het haar. In dit geval wat minder zomers, maar wel mooi met lichte, dunne accenten erdoor. Door de twisttechniek die ik gebruikt heb, zie je dat die hele bovenlaag heel mooi soft gelaagd is. Met een föhn en een ronde borstel, volume en glans erin gepolijst. En toch die dikte onderin. Hierdoor heeft ze heel veel stylingvariaties. Als zij het gewoon los wil dragen, hou je die mooie volle onderpartij die als een soort bondje om je hals heen gaat. Maar wil je het toch omvormen en het op gaat steken, hou je die lengtes om het te doen. Maar heb je net die compactheid kwijt die je anders niet kwijt kan. Dank jullie wel. Ook een hele strakke contourlijn, maar daarentegen heb ik het nu wel heel glad in model gepakt. Maar in principe is het hetzelfde geknipt als bij Roos bij het blonde koppie. Ja. Wat ik nu wel mee wil geven is, ik heb haar haren eerst geblondeerd. En vervolgens heb ik het getoond met een kleur van Lanza, met translucent en lady. Dat geeft me heel veel vrijheid om te werken. Volgens mij hoorde ik de Sinterklaas niet er doorheen komen. Nee, maar zoals je kunt zien willen wij dus bij de haarlijn move meegeven dat het haar op verschillende manieren kan dragen. Zowel glad als omhoog, met beweging, met krul, stijl. Je kan er alle kanten mee uit en het is gewoon ontzettend draagbaar voor de consument. Oké, dankjewel.